De gele kubus gaat verdwijnen. Het experiment is mislukt. Dit kondigde de wethouder aan tijdens een interpellatiedebat. Aanleiding is het feit dat wij informatie hadden dat dingen niet goed liepen. Dat ook aan de wethouder hebben gevraagd. Die herkende het beeld niet. En dat vonden wij vreemd. En met name omdat de stukken die er lagen voordat wij die vraag stelden al bekend waren. Wat heeft u vanavond gehoord van de wethouder? En heeft u het gevoel dat hij daarin nu meer aan dat beeld wel toegaf? Nou, wat je in zijn antwoorden in ieder geval ziet en hoort, is dat hij nu toegeeft, want hij heeft dat netjes in stukjes geknipt en aangegeven wanneer voor hem een aantal dingen duidelijk werden. En die duidelijkheid heeft hij nu wel gegeven. De wet heeft eigenlijk vrij snel vanavond aangekondigd gewoon zo snel mogelijk de stekker uit het project te trekken. Heeft u dat verrast? Dat heeft mij zeker verrast. Wij hadden gehoopt dat hij zou zeggen van ik zie in dat u gelijk heeft en dat het anders moet. Ik ga me daar hard voor maken en we gaan het anders aanpakken. Dat had ik verwacht en ook gehoopt dat hij zou zeggen. Maar ik had niet verwacht dat hij zou zeggen van ik trek de stekker eruit. Ja. Ja, dus dat is 2 ton belastinggeld die dan per definitie verloren is, mislukt experiment. Wat vindt u daarvan? Zonde van het geld. Dit had veel beter voorbereid moeten zijn. We hebben in het voorstel van 2017 hebben wij ook tegengestemd. Wij vonden dit geen goed idee. En helaas hebben we gelijk gekregen. Wat ik vanavond eigenlijk van u begreep, het einde van de gele kubus lijkt toch nabij? Dat is correct. Wij hebben geconcludeerd dat het misschien toch wel, omdat het eigenlijk het fundament ontbreekt, hebben we gezegd van moet het te overwegen zijn om het experiment te beëindigen en het contract te ontbinden. En dat voornemen heb ik zo genoemd, omdat ik me eigenlijk bewust ben dat we dat ook netjes willen oplossen. Mm-hmm. Maar je kunt eigenlijk wel zeggen dat, en dat heb ik ook een paar keer gezegd, dat er geen goede vooruitzichten zijn dat er nog veel leven in de kubus is straks. Ja, je zegt fundament ontbreekt, experiment is mislukt. Waar is het misgegaan? Nou, ik denk dat misschien wel we op bepaalde terreinen. Kijk, het is natuurlijk een experiment. En we hebben gezegd, wat kunnen we leren als we een goede scheiding en ook een verbinding willen hebben tussen een reuring gedeelte van het plein en een Leeuwte gedeelte van het plein. En het is natuurlijk best een moeilijke opgave om in die binnenstedelijke situatie, waar ook nog een pergola zit, een monument zit, waarbij je alles moet doen. En waar de programmering en de fysieke vraagstukken die dat allemaal met zich meebrengt. En het is ook een experiment. We zouden het ook een beperkte periode doen. Nou, dat experiment bleek ook niet makkelijker dan we gedacht hadden. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment moet je zeggen, de voortgang gaat niet meer goed. Het gaat stroperig. En eigenlijk hadden we gedacht, zit er nog wel voldoende in om het tot een succes te maken? En weten we al eigenlijk niet wat we willen weten over die kubus? Nou, die conclusie dat bij elkaar heeft toch gezegd van, wij neigen er heel erg zwaar naar. En u hebt ook de reacties in de raad gezien. Mm-hmm. En ik heb dat geconcludeerd als een ondersteuning van het beleid, dat men toch ook wel zegt van daar moeten we serieus overwegen om mee te stoppen. En de een laat zich wat absoluter uiten dan de ander, maar als je zo gewoon de thermometer in het water legde, dan denk ik dat iedereen wel op die manier tot die conclusie was gekomen. Alleen ik heb gezegd, ik wil het wel op een nette manier doen.